Ja, nieuws over 2 maanden is er weer zover, de woning 6-daagse. Hoe staat het met de spanning wat dat betreft? Nou ja, de spanning voor de 6-daagse valt nog wel mee. We hebben natuurlijk nu eerst al die wereldbekers nog die we moeten afronden. En dan net na de jaarwisseling gaan we de 6-daagse leiden. Dus ik heb er zeker zin in. Hoe benader je dit evenement? Ja, heel open. We rijden met z'n 4 in totaal. 4 Nederlanders. Alle 4 zijn we wereldkampioen op de teamsprint. En ik doe de eerste 3 dagen. En dan wissel ik af met Matthijs en nu de laatste 3 dagen. En Jeffrey en Hardy doen dan wel 6 dagen. Dus voor mij is het echt, ik ga erheen om een paar mooie sprints te doen. 3 dagen. En dan ga ik weer snel terug om goed te trainen. Zodat ik weer voor het WK weer ready ben. Maar die 6-daagse, als ik al die baanwielrenners zo spreek vanavond, die zeggen allemaal, het is een fantastische sfeer, alles op en eraan, en wil ik graag al mijn tijd voor vrijmaken. Hoe sta jij daar tegenover? Nee, daar hebben ze zeker gelijk in. Het is voor mij ook 1 keer per jaar, dus het is eigenlijk alleen de Rotterdam 6-daagse. En het is altijd wel een heel mooi evenement inderdaad, dus ik doe er graag aan mee als ik word uitgenodigd. Is het lastig om je agenda er misschien op af te stemmen? Ja, de sportieve agenda, dat is inderdaad lastig. Dus voor mij is het als starter van de teamsprint een stuk lastiger om 6 dagen goed te rijden dan dat ik dan nu als oplossing 3 dagen kan rijden. En dan, want ik kan niet heel trainingsspecifiek die 3 dagen indelen. Het is gewoon sprint, 200 meter kwalificatie, keirins. En dat hoef ik normaal natuurlijk in een training niet te doen. Dus ik vind het vooral heel leuk om te doen, maar het is voor mijn training als startpositie niet helemaal ideaal. Maar vanuit een sportief oogpunt, ik kan me vooral ook voorstellen dat je met zo'n woning 6 dagen over in de tijden van het nieuwe jaar, dat iedereen natuurlijk nog aan het uitbuiken is, dat je vooral ook denkt van, ik wil ook wel lekker genieten van zo'n evenement. Dat is zeker waar. Nee, maar de 6-daagse is ook zeker om te genieten, want je hebt natuurlijk niet op een wereldbeker of WK staan niet al die spots aan en licht uit, al die kleuren eromheen en al die mensen op het middenterrein. Dus dat maakt de 6-daagse wel heel speciaal. Wat is het grote doel voor de 6-daagse voor jou? Winnen. Logisch. Ik doe natuurlijk de eerste 3 dagen, dus ik zal de einddag niet meemaken. Maar dan probeer ik natuurlijk een beetje de puntjes te verzamelen, zodat Nederland die laatste dag gaat winnen. Want waarom alleen de eerste 3 dagen voor jou? Nou, omdat het dus veel beter voor mij uitkomt qua training. En Matthijs Brugge die vond het ook geen probleem om dat te doen. Dus dan konden we en met z'n 4 rijden. En is het voor mij en Matthijs denk ik handig qua training. Maar ja, we moeten natuurlijk wel publiek naar Rotterdam Ahoy trekken voor die 3 dagen. Als jij deze laatste vraag zou beantwoorden, waarom moeten mensen naar de 6-daagse komen? Nou, het is een heel mooi wielerevenement. Zeker als je het niet kent, denk ik dat je er ook heel erg van zult gaan genieten. Er zijn heel veel verschillende onderdelen. Het gaat gewoon heel hard en de baan is nogal stijl. En ik denk dat het heel gaaf is om te zien. Wat jou betreft mogen deze 3 dagen voor een spektakel zijn. Dat zeker. Dat is een mooi weekend, dus zeker.